Welkom bij de O-show, met de O van O, dat kan toch niet waar zijn? En de O heeft nog veel meer betekenissen, zoals je jezelf kunt lezen. Mijn naam is Johan Oldenkamp en in deze aflevering gaan we het hebben over Koning Gorilla's vadermoord. En hier zie je een foto van Koning Gorilla. Toen Koning Gorilla, ook wel bekend als Willem III, hier zie je hem, 32 jaar oud was, heeft hij zijn eigen vader vermoord. Willem II, en die was toen 56 jaar. En dat gebeurde op zaterdag 17 maart 1849 in Apeldoorn, in Het Loo. De feiten vind je op pateo.nl/o en kijk dan bij aflevering 6. Willem II noemde zich liever Guillot. Hij was homoseksueel, in die tijd was dat een misdaad, waar zelfs in het begin van de 19e eeuw nog de doodstraf op stond. Hij is daarom voor de vorm getrouwd in 1816 met de dochter van de Russische tsaar, die toen al was vermoord, Paul I. En na haar, Anna Paulowna, is ook een plaats in Noord-Holland vernoemd. 3 jaar na het begin van hun huwelijk werd hun eerste zoon geboren, hun eerstgeborene. Zijn naam was Willem, ook weer als eerste naam Willem. En hij was dus later die Willem III die zijn eigen vader Willem II heeft vermoord. En op de manier waarop hij hier zit kun je zijn seksuele geaardheid misschien al wel raden. Het heeft alles te maken met de grondwetswijziging die in 1848 is doorgevoerd. Op 3 november van dat jaar werd het van kracht, maar het begon al op 17 maart van dat jaar. En dat kwam door Thorbecke. En boze tongen beweren dat Thorbecke Willem II heeft gechanteerd met zijn homoseksualiteit. Willem III, zoals hij dus later werd genoemd, is vervolgens naar het buitenland gegaan uit protest. Maar precies een jaar na deze datum kwam hij naar zijn vader toe in diens buitenverblijf, Het Loo in Apeldoorn. En op die dag, zaterdag 17 maart 1849... is dat gesprek tussen deze twee volledig uit de hand gelopen, met als eindresultaat dat Willem III zijn eigen vader heeft doodgemaakt. En om het gewone volk te misleiden, werd beweerd dat Willem II zou zijn komen te overlijden in Tilburg. En daarom is de plaatselijke voetbalclub, die toen nog Tilburgia heette, ongeveer een halve eeuw later hernoemd tot Willem II. Zodat mensen zouden denken dat Willem II zou zijn overleden in Tilburg, maar dat is niet waar. Hij is vermoord in Apeldoorn. En daarom was Willem III ook niet aanwezig bij de begrafenis van zijn vader. Want wie wil nou een moordenaar bij de begrafenis hebben? Hij werd ook niet onmiddellijk ingehuldigd, maar dat heeft nog een tijdje geduurd. Pas op 12 mei was het zover. En hij werd Koning Gorilla genoemd omdat hij seksueel zo pervers was dat hij als een beest tekeer ging. En om die reden wilde zijn eigen vrouw eigenlijk al binnen een jaar van hun huwelijk van hem af. Ze heeft op verschillende manieren geprobeerd van hem te scheiden, maar dat is haar niet gelukt. Ze moest allerlei dingen doen die ze zeer vernederend en verschrikkelijk vond. En bovendien had hij vele buitenechtelijke relaties. Ja, hij was waarschijnlijk biseksueel en misschien deed hij het ook nog wel met dieren. Sodomie met een hoofdletter S, zou je kunnen zeggen. En ook met zijn eerste zoon, die ook weer als eerste naam Willem had, kreeg hij op latere leeftijd steeds meer problemen, waardoor het duidelijk werd dat er geen troonsopvolging in deze lijn zou zijn. En ook niet van zijn jongste zoon, want die was ook homoseksueel, net als diens opa. En in dit smaadschrift wordt al deze beestachtige praktijken van deze koning beschreven in detail. En het was razend populair. Iedereen wilde hier een exemplaar van. Het was dus ook heel snel uitverkocht. En daarin lezen we ook dat Willem III de moordenaar was van Willem II. Een onafhankelijke bron die dit bevestigt. En daarom moest die Willem III, deze koning Gorilla, op 61-jarige leeftijd opnieuw trouwen. Hij was toen al onvruchtbaar en het was eigenlijk ook een soort schijnhuwelijk. Want we hebben de vorige keer gezien dat Emma gedekt is door de Ranitsch en niet door hem. Ja, misschien ook wel door hem, maar er is geen kind van gekomen.
En die Emma heeft vervolgens aan haar bediende verteld wat de waarheid is. Hier zie je Emma op een oudere leeftijd. En ze heeft niet alleen verteld waarschijnlijk wie de echte vader was van Wilhelmina, maar ook dat hij, Willem III, de moordenaar was van zijn eigen vader. En dat heeft ze verteld aan Cornelis, ja, haar persoonlijke bediende. En hij heeft het vervolgens verteld aan zijn vrouw, maar verder niemand, aan Johanna. En pas nadat Cornelis was overleden, heeft Johanna het verteld aan hun zoon. En hun zoon heette Feio. En vervolgens heeft Feio dit opgenomen in een boek. Onder het pseudoniem Homme Eernsma heeft hij dit boek geschreven, getiteld Roman Hagois. Want Hagois is, ja, zeg maar het Franse dialect waardoor de Haagse elite in die tijd werd gesproken. Het boek is ook in het Frans geschreven. En ook hierin lezen we dat Willem III de moordenaar is van Willem II. Twee onafhankelijke bronnen die hetzelfde zeggen. En daarmee is de zaak gesloten. Wil je meer weten? Ga dan naar pateo.nl/o voor meer informatie over de O-show. En het is ook niet verboden om deze video met zoveel mogelijk mensen te delen. Want hoe meer mensen dit weten, des te eerder zijn we van deze familie af. Dankjewel voor het kijken naar deze aflevering.